Ja, dames en heren, welkom terug bij het Social Enterprise Overheidscongres, de afsluiting. Volgens mij is er echt volop genetwerkt. Gooi in de chat hoe je dat vond. Was het netwerken leuk? Heb je nieuwe contacten opgedaan? Heb je wat geleerd? We hebben echt ja, een hele volle ochtend gehad. Ik ga het hier afsluiten. Dat houden we kort. We zijn ook allemaal toe aan lunch of wat anders. Helaas niet met z'n allen in de zaal. Ook de borrel gaan we missen. Maar hoop dat iedereen die nou ja, er vanmiddag toch eentje opentrekt. Ik wil even iedereen bedanken. Ten eerste alle sprekers. Iedereen heeft, ja, heeft gewoon bijgedragen aan een. Aan een mooi event. Dus dank alle sprekers van de deelsessies. Natuurlijk ook gewoon alle deelnemers. Echt superleuk dat jullie hier in grote getale zijn. Er zijn ook nog heel veel mensen nu, zie ik. Dus dat is superleuk. Alright, am I back? Ben ik terug? Horen jullie Ja. mij? Zet het in de chat als jullie mij horen. Ik was bezig met wat mensen te bedanken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die de staatssecretaris bereid hebben gevonden haar beleid toe te lichten. De G40, die het mogelijk maakte dat hier gemeenten bij konden zijn. Haarlem had ik net al gehad. We gaan nog een korte terugblik doen met Willemien Vreugdeheel, kwartiermaker van de City Deal Sociaal Ondernemerschap. Nog wat huishoudelijke mededelingen. Alles is opgenomen. Wat betekent dat in ieder geval iedereen die hierbij aanwezig was, terug kan kijken. Dus we versturen ja, de links naar de video's zodra we dat allemaal fatsoenlijk hebben neergezet. Ook het rapport waar Piotr het over had van PwC komt natuurlijk jullie kant op. En we gaan het nu heel kort houden, want het was een lange ochtend. Maar ik zou toch graag Willemien Vreugdeheel, ja, ook een van de trekkers van sociaal ondernemen in Nederland, het woord willen geven. Zij is. Thans kwartiermaker van de City Deal Sociaal Ondernemerschap. Ja, en hoe kijkt zij terug op deze dag, Willemien, en wat neem jij mee? Ja, Als hi. jij nu je camera aan wil zetten, dan kom je zo in beeld. Ik ben al aan. Kijken of dit goed gaat. We hebben even geduld. Goed te lezen dat. We zien Willemien. Nou, heel goed. Ik Zie niet, je maar mij nu? Willemien, aan jou het woord. Oh, oké, ja, het staat bij mij nog steeds dat ik backstage ben. Dus ik hoop dat mensen mij kunnen horen. Ik weet niet, ik heb mijn microfoon en mijn video aanstaan. Maar wat ik merk is dat het momentum nu is. De deelsessie zat echt bomvol met super enthousiaste partijen van hele diverse snit. Die eigenlijk allemaal volgens mij al jaren bezig zijn met impact ondernemen of sociaal ondernemen. Misschien wel door de woestijn hebben moeten lopen. Maar nu met elkaar ontdekken van, oh wacht even, maar jij bent er ook mee bezig. Oh, maar jij ook. Oh, maar jij ook. Dus de chat ontplofte. En ik vind het ontzettend gaaf om nou ja, met Farida, de dealmaker van BZK, de andere ministeries, de andere partijen die ook in de chat voor een deel aanwezig waren, met sociaal ondernemers. Met steden en met Julian Stefan van Social Enterprise om een fantastische citydeal te gaan maken, zodat de betekeniseconomie verder komt in dit kleine mooie land. Dank Willemien. Zit er nu helemaal niks anders op dan jullie nogmaals te bedanken. En ja, wij kijken echt terug op een hele geslaagde ochtend. Had je vragen, opmerkingen, nabranders, iemand wiens contactgegevens je niet kon vinden, weet ons te vinden. Jullie hebben allemaal mijn e-mailadres. Ook mijn telefoonnummer merk ik aan alle vele belletjes die ik de laatste tijd heb gekregen, maar niet heb kunnen opnemen. Dank daarvoor. En ja, we sluiten hem af. We gaan weer offline. Dank allen.